Discussie over de omvang en begrenzing van de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken zal verder gevoerd worden om te komen tot de definitieve bepaling. Dit zei vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet collectieve rechten, inheemse volken en tribale volken. De regering zal niet langer dralen, in tegenstelling tot het verleden. De vicepresident benadrukte dat de regering nu een oplossing wil. En gezien de meningen die hier zijn gepresenteerd in de eerste ronde, denkt de regering eraan om heel binnenkort, voorzitter, met een nota van wijziging te komen. Een nota van wijziging dus waarin in elk geval de overgangsbepaling bijgesteld zullen worden, zeker na de feedback vanuit uw college, voorzitter, om brede lagen van het Surinaamse bedrijfsleven. Wij kunnen zoveel geregeld willen hebben in één keer, maar is daarvoor ook consensus nodig om de wet door het parlement te krijgen. De vicepresident wees het parlement erop dat zij ook met een voorstel kunnen komen voor een wijziging. De regering zal haar nota van wijziging binnenkort presenteren. Brunswijk begrijpt dat niet een ieder direct tevreden zal zijn met de wet. Maar voor de regering is het belangrijk dat de grondrechten van de inheemsen en Marons spoedig in een wet zijn geregeld. Dit is een eeuwenoud vraagstuk, maar tegelijkertijd is het ook een fundamenteel mensenrechtenvraagstuk. Nogmaals, we gaan het niet in één keer naar tevredenheid van alle partijen kunnen oplossen. We gaan het gefaseerd aanpakken met inachtneming van de internationale regelgeving, maar ook de Surinaamse realiteit. Immers, een wet moet werkbaar en uitvoerbaar zijn in de Surinaamse realiteit. In de Surinaamse praktijk. Voorzitter, de regering vraagt een kleine ruimte om een nota van wijziging te kunnen indienen voordat u de tweede ronde voor het parlement aan de orde stelt. Brunswijk zegt dat de regering de noodzaak van de bescherming van de woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale volken onderkent. De regering is deel van de samenleving, dus ziet de strijd die deze groepen decennia lang aan het voeren zijn om te komen tot een stukje erkenning van hun woon- en leefgebieden.